En van harte welkom bij een aflevering van Timeline, het mediaprogramma van 7Digits TV, waarin we in de timeline duiken van onze gasten. In dit geval is dat Roos van Tongelo. Roos, van harte welkom in Timeline. Dankjewel. Leuk dat je gast wil zijn. Mm-hmm. Laten we meteen beginnen met jouw eerste, ik heb je homepage van Twitter maar even gepakt, zeg maar. Dat is zeg maar, hoe jij je presenteert op Twitter. Leg even uit wat je allemaal zeg maar, nu doet. Nu? Ja. Dat is een hele hoop. Ik weet niet wat ik allemaal heb opgeschreven daar. Dat is hier amper te lezen. Maar er staat, want ik kwam met de bovenste tweet beginnen, daar staat iets dat je 3 maanden lang Pitbull gaat spelen bij de Telegraaf. Ja, dat klopt. Wat is dat? Nou, ik doe een postdoc journalistiek aan de Erasmus. En die wordt gesponsord door de grote kranten. Ja. En wij gaan allemaal stage lopen, 3 maanden, bij een krant. Ja. En ik mag dus bij de nieuwsdienst van de Telegraaf, en dat mede door mijn enorme grote mond, mag ik daar keihard in de aanval. Hoezo mede door jouw grote mond? Nou, ik denk dat je daar alleen kan overleven als je de bullebakken aan kan. Ja, en wie zijn dan bullebakken? Nou ja, ik denk dat bijna iedereen een bullebak wordt als je zegt dat je van de Telegraaf bent. Ja, en wat moet je daar precies gaan doen? Nou, het is nog niet helemaal duidelijk, maar vooral op jacht naar scoops. Is dat jouw ding? Ja. Echt waar? Ja. Oké. Hey, en wat heb je daarvoor gestudeerd, zeg maar, als basis ondergrond voor die postdoc? Ik heb eerst televisiewetenschap gedaan, mediacultuur. En toen nieuwe mediawetenschappen en daar heb ik een master in gedaan. Hoe lang ben je al aan het studeren dan? Nou, ik ben al 2 jaar afgestudeerd. Dus ik ben wel even gestopt. Ja, ja. Maar werk je ook gewoon? Nu niet meer, want ik doe nu een postdoc en dat is fulltime. Oké. Maar tussen je afstuderen, hoe lang had je daarover gedaan? 5 jaar. En toen ben je gaan werken of niet? Ja. Toen ben ik gaan werken, heb ik eerst bij de televisie gewerkt. Welke televisie? Omroep Human. Omroep? Human. De humanistische omroep. Ja? Dat is heel wat anders dan de Telegraaf. Ja, dat klopt. Ik vond mezelf ook een enorme snop. Ik dacht, ik is wat? Maar kijk, ik heb meerdere eigenschappen. Dus ik denk daar gaan we. Ik heb 13 fragmenten uit jouw openbare leven heb ik gefilterd. Dus laten we daar maar eens naar gaan kijken. Die studie. Laat me eens de volgende slide zien. Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat heb ik de kijkers niet verteld, maar een van de redenen waarom ik jou uitnodig, dat is dan even bij deze publiekelijk compliment, is dat ik erg vaak in een deuk lig om jouw tweets. Leuk. Maar ik heb er daarna, ik heb er straks een paar geselecteerd die ik wel erg komisch vond. Okay. Maar deze is nog wel half serieus. Man, wat betrap ik mezelf vaak op het roepen van, hoe zeg je dat? Meh? Meh. Oh ja, zo. Dat is wel heel erg 2010. Je loopt vervelend voor met de New Media Master. Op zak. Is dat ironie of is dat echt zo? Nee, dit is een hele oprechte tweet, want het is ontzettend vervelend. Je bent beroepsgedeformeerd, is dat het? Nou, wat vooral zo is vaak, is dat mensen zeggen, nou, ik heb nu iets ontdekt. En dan denk je, ach, gos. Duh. Ja, inderdaad. Ja? En het vervelende is dat je dan inderdaad, ergens voelt het als mijn morele plicht om dan te zeggen, ja, maar dat bestaat al jaren. Ja. Of, joh, dat is geen nieuws. Maar dat werkt enorm op de zenuwen van bijna iedereen. Ja, daar worden mensen heel onzeker van. Precies. En dat is dus vervelend. Want het maakt je een beetje arrogant. Wat jij niet bent? Misschien wel. Misschien wel. Dat komt door die studie. Dus zo'n studie maakt. Maar niet alleen. Alleen je zit wel met allemaal kennis die ik dan waarschijnlijk weer ontbeer op heel veel andere vlakken. Maar van die andere mensen niet hebben. Maar van wie heb je die kennis dan gekregen? Zijn die docenten zo goed aan zo'n New Media Master? Die jou dat allemaal geleerd hebben? Nou, dat zijn niet per se dus de docenten. Ik bedoel, op een universitaire opleiding ben je vooral zelf bezig. Oké. En omdat je er zoveel mee bezig bent geweest met New Media, loop je voorop. Ja. Wat zijn de trends? De trends op het moment? Ja. Nou ja, ik kan vooral uitleggen wat de trends niet zijn. Want wat mensen dus heel vaak heel hard roepen is dingen als sharing en web 2.0. Dat is het niet meer. Kom op. Sharing toch nog wel? We hebben toch een sharing economy en alles? Ja, dat klopt, maar dat is geen trend meer. Oké. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Ja, 2.0 is alweer oud. En 2.0 is echt al inderdaad. En wat is dan? 8. Ja, 2.0 nagaan. Ja. Ja, als je dat nog in je mond neemt. Wat zijn dan wel de trends in new media? Nou, wat ik zie en wat ik heel leuk vind om te zien, is dat mensen Facebook massaal achter zich laten, omdat dat voor oude mensen is. Mm-hmm. En wat ik leuk vind nu om te volgen zijn tienermeisjes, want die zijn het snelst. En gelukkig heb ik een zusje van 19 die mij heel goed laat zien wat er wel hip is en wat. Wat is ik dat? Zie, nou ja, dat hele Snapchat, yeah. Wat mensen nu nog heel soort onwennig uitspreken op televisie vaak. Yeah. Daar moet ik aan wennen, want als ik ergens met mijn zusje zit, dan zal zij binnen een gesprek van een aantal minuten wel 3 keer dit doen. Ja.
En dat vind ik onbeleefd, maar aan de andere kant ook hilarisch. En ik zie dat dat ontzettend normaal wordt. Dat je tussen het praten door... Precies, en met... tekst is volgens mij dus helaas voor een groot deel al een beetje verleden. Kom er straks op terug. Mooi bruggetje maak je nou al. Dus dus afgestudeerd nu Media Master op zak, postdoc nu, tussendoor aan het werken allemaal. Maar nu, die postdoc is het fulltime. Ja, maar ik werk er nog wel naast. Ja, want, kom op. Anders heb ik geen geld. Hou hem vast. Ja, dus je staat in boekwinkel, hè? Ja. Ja, kom op terug. Volgende slide graag. Want als ik jouw timeline zo behandel, dan ontkom ik er niet aan dat dieren een belangrijke rol in jouw leven spelen. En dan in het bijzonder katten of poezen, hoe noem jij ze? Katten, want het zijn mannen. Het zijn mannen. Hoeveel katten heb jij? Mijn ouders hebben 2 katten. Oh, die zijn van jouw ouders? Die zijn van mijn ouders. Nou, jij zet dan dit soort briefjes voor ze en er staat... Ik heb over de kaviaar gepist omdat ik te lui ben om mijn dikke aars naar buiten te slepen. En nou, ja. En nou moeten mensen jouw timeline maar induiken om de foto daarna te zien. Op het moment dat hij het gelezen heeft. Ja. Dat hij in een letterlijke paniek schiet. Dit heb je ook echt gedaan. Dus hou je van katten? Ontzettend veel. Waarom? Nou, ik hou vooral van deze katten. Verder ook, maar ik vind katten leuk omdat het mensen zo nederig maakt. Het is een beetje zoals Midas Dekkers. Ik weet niet of je wel eens iets hebt gelezen van Midas Dekkers over katten. Hij irriteert mij, dat zal ongetwijfeld aan mij liggen. Maar ik vind het echt een eikel. Nou ja, ik vind wat hij zegt over katten echt geweldig. Mm-hmm. Want hij zegt dus ergens dat katten mensen verafgoden. Want ze brengen ons offers. En ze hebben het idee dat wij beslissen over hun lot. Aan de andere kant... houden ze helemaal niet van ons. Ik weet het, als je 3 maanden weg bent geweest en je komt weer bij die beesten... Dan kost je 2 maanden therapie met die beesten voordat ze... Nou ja, nee, het is gewoon echt, je komt weer binnen en ergens verwacht je dat ze op je afrennen... en dat ze zeggen, je bent er weer, zoals maar wat hond. Doen ze? Ja. Niks. En ik vind het leuk, want mensen sloven zich ontzettend uit... als je hoort hoe mensen praten tegen katten en met zo'n hoog stemmetje en nou ja... En they don't give dus a shit. Hebben ze, ja, inderdaad. Maar deze zijn van je ouders? Ja. Dus we zien hier ook het ouderlijk huis? Ja. Maar daar woon je toch niet meer, of wel? Nee, allang niet meer. Maar je komt er wel veel om dan de poezen te schatten. Catshaming is de hashtag. Ja. Ja, ja je dit was ook schandalig. Dat had hij ook niet moeten doen. Nee. Dan komen we bij die bewuste cavia in de volgende slide. Ik denk, ja, dan pakken we die beesten, die pakken we dan maar even mee. Maar van wie is deze? Van mij. Ja, die had het warm. Nee, dit is echt heel sneu. Op dat moment had het heel erg warm en toen heb ik besloten ze in bad te doen. Ja. Ik dacht dat ik ze daarmee een plezier bewees, maar toen later zat mijn moeder op de site van cavia-vereniging Het Kuufke. En die las toen dat je cavia's, wanneer ze in het water doet, dat voor een cavia de grootste vernedering is die er maar kan zijn. Omdat ze vroeger, in het wild... dus dan inderdaad het gewicht hebben verloren. Dus ik voel me nu, na de inzien, een beetje lullig. Het is echt geen gezicht. Ook, nee. Geen gezicht 2013. Nee. Nou, we hebben de beesten in je leven gehad. Als de regie zorgt dat de klok gaat lopen, dan, want ik ben de tijd volledig nu al kwijt... dan weet ik zometeen wanneer ik moet stoppen met praten. Okay. Anders dan stop ik niet. Gaan we even naar je thuissituatie. Hebben we die ook maar gehad? Volgende slide, alsjeblieft. Dat is de familie-privé-situatie. Ja, hij is lief, hè? Ja. We gaan zo meteen naar je vak, hoor. Maar even om je neer te zetten. Jezus, wat kan ik met een partij houden van mijn moeder, vader, broer en zus. Nu bijvoorbeeld, het jeukt zowat. Ja. Dat is, dan schieten de tranen mij wel echt in de ogen. Ik denk, wat een liefde. Ja, dat klopt. Is dat echt een happy family en alles? Nou ja, een happy family. Het is niet een soort full house of zo. Nee. Maar ik hou wel heel erg veel van ze. Ja, we zijn heel close. Met z'n vijven? Met z'n vijven, ja. En katten? En katten. Nog meer? En cavia's. Ja. Ja. De kippen hadden we ook maar. Wat doen je ouders? Heel veel. Mijn moeder is televisiemaker, filmmaker. Ja. Mijn vader geeft les op de Hogeschool Utrecht en die heeft een band. En hij is, wat is het, personal coach, mediator. Oké. Okay. Wat heb je van die gasten geleerd? Van mijn ouders? Ja. Die gasten. Nou, ik ben volgens mij een grappige mengeling van hun karakters. Dus dat sowieso. Ik heb ontzettend veel van ze geleerd. Maar dat zou ik hier... Als je haast hebt, moet je dat niet vragen. Eén dingetje. Een belangrijke les die je van ze meeneemt. Of iets wat in je DNA zit, wat ze je hebben meegegeven.
Mijn ouders zijn allebei enorme charmeurs. En die hebben mij geleerd dat je likability factor je verder kan brengen dan wat dan ook. Volgende slide. We hebben er 13, hè? We moeten racen. Oh, oké. Ja, we gaan grappen en grollen te over op jouw timeline. Maar zo nu dan komt er dan, want je was er al bang voor, van hé, komt er ook wat serieus? Ja. Ja. Tenminste, dit klonk wel serieus. Waarom internet overal en voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn en de overheid dat voor elkaar moet krijgen? Met een filmpje erbij over mijn naam, over verschillende gebieden waar ik allemaal geen internet access is. Hoe belangrijk is dat iedereen toegang heeft tot internet? Voor mij heel belangrijk. Ik weet niet in hoeverre dat gekleurd is door mijn eigen situatie. Want ik zou niet weten hoe mijn leven eruit zou zien zonder internet. Doe ze, schets het eens. Een week. Een week zonder internet. Ja, nou ja, weet je, ik maak dat natuurlijk wel eens mee op vakantie. Dus ik kan het ja, maak jij wel eens op vakantie mee? Ja, dan zet ik alles uit. Echt? Dan is alles weg. Ja? Ja. Ja. Oh, dat vind ik knap. Ja? Ja, ik zou dan erg onrustig worden van wat gebeurt er allemaal en probeert niemand mij te bereiken? Of, Nee, daar heb ik echt geen last van. Nee? Dus je kan wel zonder? Ja. Maar dan enkel en alleen op vakantie? Ja. Heb je het wel eens geprobeerd, los van de vakantie? Nee. Daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan gehad. Hoe zie jij dat in de gebieden waar nu nog geen internet is? Wat zou het die gebieden kunnen helpen? Nou, wat ik vooral heel mooi vind aan internet is dat daar andere regels gelden dan offline. En dat ik denk dat zeker voor vrijheid van meningsuiting internet een hele grote rol kan spelen in landen waar mensen gevangen zitten binnen een kader dat hen beperkingen oplegt. Mm-hmm. Een fysiek kader, dus lees een land met een regering die dingen vindt en jou oplegt. Ja, bijvoorbeeld. Ja, en het internet gaat daar dwars doorheen. Precies, zoals in Turkije. Ongelooflijk, hè? Een land dat zo dicht tegen Europa aanschurkt, waarbij dan ja, de baas zegt, ik sluit het internet af. Dat is ontzettend griezelig en heel erg naïef van zo iemand. Ja, dom, hè? Ja. Maar wel de baas van het land. En zo zijn er heel veel bazen van landen. Ja. Word je daar wel eens moedeloos van? Als jonge vrouw die de wereld aan het veroveren is, zeg maar. Waarvan? Van dat soort hoe sta je optimistisch in het leven of pessimistisch? Oh, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat ik eerder een pessimist ben, want ik zeur heel veel. Maar aan de andere kant kan ik ontzettend goed relativeren. Dus ik denk dat dat me wel weer een optimist maakt. Mm-hmm. Zolang ik kan zeuren, blijf ik optimistisch. Zolang ik denk wat dat de zeuren valt. Ja. Ja, precies. Ja. Dus het is maar goed dat die er zijn, misschien. Ja, dat denk ik wel. Ja. Volgende slide. We hadden het al heel even over die boekenwinkel. Dit is een van die tweets. Oh, ja. Getver, ik weet mezelf geen houding te geven bij vrouwen van middelbare leeftijd die zwaar ademend het valleiorgasme willen afrekenen. En ik vrees dat dit ook echt gebeurt. Oh, dat is zo erg. Maar waarom ademen ze zwaar? Is dat dan alles een soort voorspel of zo? Dat ze niet kunnen wachten om het te lezen? Of nou wat? Ja, ik weet niet. Waarschijnlijk zit dat ook in perceptie of zo. Maar dan zie ik zo iemand en die komt dan en je ziet gewoon dat het er zo één is. Die hebben dan ook zo'n kapsel, weet je wel, met dat het hier strak zit en daar omhoog. Ken je dat? En die komen dan met dat boek, het valleiorgasme. En dan heb ik daar me net al in verdiept, want ik dacht wat fuck is dat? En dan komen ze en dan zegt ze, ja, deze. En dan zie je ze al mee zo staan. Ik schaam me er niet voor. En dan zeg je, is het een cadeautje? En dan zeg je, oh nee. Maar... Nee. Soms zelfs. Ja, met van die handjes. En dan denk je, waar staat de boekwinkel? In Zeist. In Zeist. Ja. Daar zitten die vrouwen. Ja. Hey, waar gaat het valleiorgasme eigenlijk over? Nou, er is dus een vrouw, zo één, en die zegt dat het valleiorgasme bestaat. Oh god, ik word helemaal rood van. Ja. En dat een orgasme is wat je gewoon een soort van permanente staat, orgasmische... Ik las het gisteren online. Er was gisteren langs Facebook kwam er een donkere vrouw. Die had zich gemeld in een ziekenhuis. Omdat ze niet aan de lopende band. Ja, die kwam aan de lopende band klaar. Dat is wat anders, dat is een ernstige ziekte. Oh, ja, dat is dit is wat anders. Ja, dat is wat anders. Dit is een soort, die vrouw die vergelijkt het met een soort staat van zen. Oh. Ja, en dat je dus ook geen man meer nodig hebt. En je kan het allemaal zelf. En sinds zij in een permanente staat van orgasme leeft, is het leven veel makkelijker. Oh, dat is het. Ja. Wat zegt dat over die vrouwen uit Zeist? Dat ze zoveel geld hebben dat ze zich zorgen kunnen maken over het feit dat ze niet permanent een orgasme beleven. Hmm.
Volgende slide. En dan gaat het dus een klein stukje humor en dan daarna wat vragen daarover. ik vond deze een paar highlights. Mensen kunnen hem zelf hebben. De kat riep me net de tuin in. Daar bleek ik uitgenodigd om van dichtbij te zien schijten. Hij bleef me aankijken. Heel intiem allemaal. Ja, daar valt verder niet zoveel over te zeggen. Jouw vader die zich uitlaat over Johnny de Mol. Dan heb je zo smerig veel geld en dan en nog zo uit. Ja, dat klopt wel een beetje. And you have something by you that makes a peep. En die van rechts is dan humor in beeld. Ja, dat was in Duitsland. Vrouwenparkpletsen. Is dit voor jou... doe je dit bewust als zijnde humor? Als een soort, zeg maar, cabaretier, zeg maar. Cabaretière. Of is het gewoon een soort tweede natuur en vloept dit er allemaal uit? Nee, ik denk nooit na over is dit humor. Ik vind het zo. Ben ik de eerste die het tegen jou zegt? Of hoor je het wel vaker, dat mensen om je moeten lachen? Ja, dat hoor ik heel vaak. Ja. Dat vind ik ook leuk. Maar heb jij, als jij zo'n tweet plaatst, moet je er zelf om lachen? Ja, natuurlijk. Om de meeste dingen wel. Ja, als ik er zelf niet om moet lachen, dan zet ik het niet online. Mm. En soms, het leedvermaak doet het allerbest op Twitter, heb ik gemerkt. Mm. Dus soms moet ik helemaal niet lachen, maar weet ik dat andere mensen erom moeten lachen. En dat werkt ook. Zou je er niet meer mee willen doen? Ja. Of is dat... Ja, heel graag. In welke vorm? Ik weet het niet. Maar... Ik vind het ontzettend lekker. En wat vind je er lekker aan? Wat maakt dit zo... Als je mensen met taal kan laten lachen, ik echt ontzettend leuk. Ja. En doe je dat ook in het echt? Ben jij ook de gangmaker op feestjes en zo, met beide handen opmerkingen en zo? De gangmaker, dat durf ik niet van mezelf te zeggen. Maar ik praat wel veel en ik ben wel aanwezig. Ja. Maar waarom zou je niet vormgeven in een boek? Dat zou ik wel willen, maar ik weet nog niet zo goed hoe dan. Want ik zag dat een of andere actrice heeft zo'n boek gemaakt met... hoe heet het? In het Wild, geloof ik. Ik zit niet zo in de literatuur, dus ik moet hier nu echt heel stil... Nou, dat zijn dan met dingen, gesprekken of zo, die ze had gehoord. Ja, die zijn dan komisch en dat is in een boek. En toen dacht ik, ja... Want die heb jij ook. Leuk. Ja, maar jij maakt dingen mee in de boekwinkel. Ja, precies. Maar toen dacht ik, ik vind het helemaal niet zo leuk. En aan de andere kant... ben ik heel streng voor mezelf, dus ik wil heel graag schrijven. Maar ik dacht, ik moet eerst een opleiding doen. En pas als ik een opleiding heb gedaan en ben daar zeker geworden van het feit dat ik het kan... en ik heb een ambacht onder de knie, dan wil ik er iets mee doen. Maar daarvoor niet. Maar zover ben je toch al? Bijna, ja. Oké, dus 2015 komt het boek dan? Ik hoop het, maar als jij weet hoe dat dan in elkaar moet gaan zitten... dan hoor ik het graag. Gewoon doen. Ja. En ik dacht, ik was heel boos, want ik zag een boek dat is uitgekomen... dat heet... Weird things customers say in bookshops. En dat bestaat al. Dus dat concept gaat over. Ja. Ja, nou dan moet je op zoek naar een ander concept. Zodra je het concept hebt, heb je het boek. Dat is de trick. Ja. Oké, dat neem ik graag van je. Ja, echt hoor. En ik denk, kijk, de timeline van Roos is dan weer net iets te zwak als concept, denk ik. Mm-hmm. Maar dus je moet... Nou, jij doet het er nu mee, zoals ik ook. Ja, voor mij was het goed. Next slide. Ja. Wat heb je hier gedaan? Jij noemt dat slaapkamers van Pieter Kramer. Ja. Recent op tv. Ik deed de transcriptie. Wat is een transcriptie? Nou, ik heb een eigen bedrijfje en daar doe ik research en spotten en transcriptie voor filmmakers. En hier heb ik simpelweg transcriptie gedaan. Dus dat is gewoon dat je ruw materiaal krijgt en dat ik als een malle dat uittyp. Letterlijk gewoon. Dus, dat kun jij heel goed. Dus alles wat daar gezegd wordt, typ jij uit? Ja. Met als doel? Dat bij de montage veel gemakkelijker wordt voor de regisseur. Oké, maar waarom zeg je niet gewoon op tijdcode dan en dan snijden, zeg maar? Of hij leest dan dat niet transcriptie? Nou, dat is niet aan mij. Kijk, als ik spotwerk doe, dan doe ik ook, dan is dat wel aan mij. Dan kan ik zeggen, joh, dit is mooi en dit is mooi. Maar de regisseur leest dat transcript van jou dan door? Precies. En daar doet die hij zijn montage? Die maakt een voorselectie, stuurt dat door naar de editor. Die maakt er weer een soort compact pakket van. Okay. En dan begint de montage. Oké. De volgende slide. Wat is jouw mening? Want je hebt hier op het volgende slide een soort pamflet over de publieke. Ja. Wat een, wel in mijn hart is, zeg maar. Want van mij mag het publiek morgen weg. Maar wat is jouw mening? Echt waar? Ja, wat is jouw mening over de publieke omroep? Nou, daar ben ik het grondig mee oneens. dat komt ook omdat mijn halve familie maakt televisie. Ja. En voor de publieke. Dus het zit ook wel in mijn bloed. En het is voor een groot deel dus ook nurture. Maar ik vind
dat de mooiste televisie nu eenmaal gemaakt wordt door de publieke omroep. Mm. En ik vind dat wij in Nederland een voorbeeld zouden moeten nemen aan de BBC, die de allerbeste publieken heeft van volgens mij de wereld. Mm-hmm. En echt het ene prachtprogramma na het andere. Dus het zou smaller moeten wat jou betreft qua... Het mag smaller. Er wordt ontzettend veel gemaakt dat nergens op slaat. Maar wat ertoe doet, daar mag wat mij betreft veel meer geld in gaan zitten. Oh ja? Ja. Overheidsgeld? Overheidsgeld, ja. Oké. Dat geeft niks. Mag je vinden. Het geeft wel, want het gebeurt niet. Nee, het zijn steeds minder. Ja. Ja. En weet je, het gaat voor mij dus ook, komt heel dichtbij. Want als er wordt bezuinigd op het publieke, dan krijgt mijn moeder geen geld meer. Mijn oom geen geld meer. Mijn tante geen geld meer. En ik verdien er bijna niks meer. Als ze goed zijn, dan verdienen ze wel op een andere manier hun geld. Klopt. Dat hebben ze ook voor elkaar. Televisie blijft er wel gemaakt worden. Precies. Daar ben ik niet zo bang voor. Dat klopt. Ook goede televisie. Ik zou het heel erg vinden als een programma van mijn moeder of een mooie film onderbroken zou worden door een... Wat maakt je moeder voor programma's? Documentaires nu vooral. Ze is begonnen met kindertelevisie en daarna heeft ze... Ja, ontzettend veel doet ze. Maar nu maakt ze lange documentaires. Oké. Okay. Ja. Moet ze alleen een andere brood hier zien te vinden als het publiek het niet meer is straks? Ja, nee, gelukkig gaat het nog wel goed. Want haar documentaires zijn natuurlijk gewoon voor... ze maakt ook speelfilms, dus het komt wel goed. Tuurlijk komt het goed. Als zij toch mooie dingen maakt, blijft ze toch dat ben je niet afhankelijk van de publieke omroep. Het filmfonds ook. En het filmfonds is niet alleen voor de publieke omroep. En daar is ook, dat is ook stuk bezuinigd. En dat maakt niet alleen uit voor mensen die werken bij de publieke omroep. Dat gaat helemaal niet om overheidsgeld voor een groot deel. Nee. En dat maakt voor vele filmmakers heel erg veel stuk. Ja, maar de vraag is of media gesubsidieerd moet worden. Dat is de kernvraag. En dat vind jij van wel? Ja, zeker. Ja. Ja. Natuurlijk, ik werk bij een krant en ik heb bij televisie gewerkt. Ja, maar een krant wordt toch niet, ik bedoel, de Telegraaf wordt niet gesubsidieerd? Nee, maar daardoor heb ik wel, en draag ik de media wel een heel warm hart toe. Zijn we daarover eens? De bladen, next slide. Hoe zie jij de wereld van die uitgevers? Want dat is natuurlijk... Ik echt ontzettend gênant. Ja, De Groene bevestigt haar oude lullenimago ongewild pijnlijk de iPhone verkeerd te spellen op de voorpagina. Wat zegt dat over De Groene? Dat is duidelijk niet bij de tijd. Nou, dat denk ik niet, want het staat op de voorpagina. De voorpagina. En ook nog in de krant. Of in de krant, in het blad. Ja, dus? Dus die moeten vernieuwen, verjongen en vernieuwen. Ja, maar gaat het gebeuren? Ik schrijf nu zelf voor De Groene, dus ik denk het wel. Oké. Okay. Ja. Maar hoe zie je het in het algemeen, de uitgeefbranche? Wat moet daar gebeuren? Want het gaat niet goed. Nee, het gaat niet goed. Wat er moet gebeuren. Ja, joh, als ik dat wist, dan... Deed je het zelf? Deed ik het zelf, ja. Of dan, als ik het wist, dan was er vast iemand anders die dat beter wist. En ik zou het op het moment even niet weten. Volgende. Ga precies uitkomen, denk ik. Ik weet niet precies hoeveel. Nog even mijn tieten schieten vuur. Van woede kan ik me niet meer concentreren. Ik tril helemaal. Maar goed, je moet de meeste mensen ook niet willen begrijpen. Om wie ging dit? Het ging om... mensen van mijn studie en over de hoofddirecteur. En waarom word jij zo boos als dat je hier beschrijft? Omdat het ging over, dat weet ik nog wel. Dat ging over dat onderzoek wat gedaan was naar seksuele intimidatie. Europees onderzoek. En daarvan waren de resultaten waarschijnlijk getekend door cultuur. Dus waren er ineens best wel veel mensen die zeiden... ja, luister, we vinden dat geen nieuws, want... Het geeft een vertekend beeld. Mm-hmm. En ik wilde toen heel graag dat er wel degelijk aandacht naar ging. En dat gebeurde niet. En toen werd er heel denigrerend gedaan tegen mij. En daar kwam ik niet zo goed tegen. Dat men denigrerend doet tegen jou? Is dat waarvan gaan die tieten vuur schieten, zeg maar? Wat is wat jou zo... pist of maakt dan? Dat er allemaal mannen waren die toen zeiden... ach, het valt toch uiteindelijk wel mee met die seksuele intimidatie. En dat ik dacht, nou... wie ben jij om dat te zeggen? Als man? Niet alleen als man, maar ook als iemand die leeft in een maatschappij... waar je dat dagelijks ziet gebeuren. Ja, jij ook? Ja. Alleen al daar. Het is een soort van, ga jij maar even zitten, vrouwtje. Dat vind ik ontzettend vervelend. Daar kun je niet tegen. Daar kan ik niet tegen. Als je in vroegere tijd had geleefd, was je dan echt de frontvrouw van het feministische blok geworden? Helemaal dat niet. Dat is al super onaantrekkelijk. Dat is ook... Ja, dat is waar. Dan zei ze dan ook weer voor dat je prikkeldraad aan je onderbroek zit of zoiets, zei ze toch? Ja. Dat is ook passé, hè, neem ik aan, feminisme. Of, nou, of nou, nog niet?
ik denk dat het niet passé is, maar je moet zo ontzettend uitkijken met jezelf profileren als feminist. Want? Dat is gewoon volgens mij simpelweg een soort van uit. Ja. Ja. Maar ik denk niet dat we er zijn. Weet je, want in de kern is feminisme natuurlijk niets anders dan het streven naar gelijke rechten. En gelijke rechten zijn er wel, maar we zijn nog niet helemaal gelijk. En het moeilijke daarvan vind ik dat ik ergens wel niet wil dat er denigerend wordt gedaan over vrouwen. Of dat ze geïntimideerd worden of achtergesteld. Maar ik heb absoluut niet het idee dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Hmm. Of in ieder geval niet hetzelfde. Hmm. Nee, klopt. En dan de laatste slide. Dit is hoe weinig ik ooit begreep van de wereld. Het is wat dat betreft met de tijd niet veel beter geworden. Oh. Ja, dat schreef jij. Dat is trouwens wel een paar jaar geleden. 2012. Mm-hmm. Web 2.0. Ja. Snap je de wereld nu al een stukje beter dan 2 jaar geleden? Nee, ik denk dat hoe meer is dat ik te weten kom, hoe minder ik begrijp. Er zijn nog zo ontzettend veel dingen die ik niet begrijp. Al is het al dat mensen het toetsgeluidje van hun iPhone aan laten staan. In de trein? Vooral in de trein, maar overal. Hmm. Dat begrijp jij niet. Ik begrijp dat niet. Dat zijn dingen echt. Dan heb jij nog heel veel te doen. Ja. Om de wereld te leren ontdekken. Roos, mag ik jou danken dat jij mijn gast wilde zijn? Ja, natuurlijk. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van Timeline. Kijk voor alle afleveringen op 7digit.tv of download de app voor mobiel of op tablet. Dankjewel. Dag.